Nou, ik ben Nicky Lohman. Velen van jullie zullen mij misschien nog niet kennen, omdat ik nog niet zoveel voor de slagwerkkrant heb gedaan of niet echt bekend ben in het clinic-circuit. Dus ik ben ook een beetje zenuwachtig nu. Maar omdat dit ook mijn eerste keer is. En ik heb ooit samen met Rick, die jullie eerder hebben gezien, op de Haven voor Muziek en Dans gezeten. Ben doorgegaan naar het Rotterdamse Conservatorium en les gehad van Juan van Emmeloot en Hans Eikenaar. En ik heb daarna via Stefan Geuzenbroek met een heleboel Nederlandse artiesten kunnen samenwerken. Glennis Grace, Trentje Oosterhuis. En zo kwam ik uiteindelijk ook via Xander de Bisonnier bij Candy Dulfer terecht. En daar heb ik de afgelopen 5 jaar de hele wereld mee mogen rondgaan. Misschien een nieuwtje, maar Candy heeft dan dit jaar besloten om met een andere band verder te gaan. En in de tussentijd heb ik ook een klus aangenomen met Waylon, waar ik sinds vorig jaar speel. Dus dat kwam eigenlijk deels goed uit. En afgelopen november moest ik in Ahoy spelen. En toen was Cesar daar te gast. En die was heel lief om na aflopen allemaal lieve dingen te zeggen. Dat hij het zo goed vond klinken en te gek vond. Dus dat vond ik heel leuk. En ik heb afgelopen november, dacht ik, een interview gedaan voor de Slagwerkkrant voor het eerst. Dus dat was heel leuk. En ik dacht, ja, ik werd gevraagd voor deze dag of ik drumles wilde geven. En met drumles geven ben ik wel een beetje bekend, maar met clinics niet. Dus ik ga er het beste van maken. Ik heb een paar liedjes meegenomen. Een liedje van Waylon, een liedje van Mr. Props. Waar ik ook bij speelde toen hij nog optrad. En ook nog een liedje van een vriend van mij die instrumentale muziek maakt. Dus ik dacht, nou, ik neem die 3 liedjes als voorbeeld hoe ik misschien een liedje benader. En ja, wat mijn gedachtegang is achter een bepaalde energie of een groove zoeken. En ik ben nooit een drummer geweest die van de trucjes is of allemaal gekke technische dingen wil doen. Maar ik wilde wel altijd een soort goede combinatie maken van al mijn helden. Ik ben bijvoorbeeld ooit begonnen met drummen door Roger Taylor van Queen. Wat ik zo te gek vond aan hem was dat hij ja, sowieso een heel groot drumstel had. Met 3 toms, 2 floor toms, roto toms, timbala's. En ik vond het te gek dat hij eigenlijk een soort signature sound had door zijn hi-hat altijd mee open te laten gaan op zijn snare. Een hele bekende groove van Rodgers, bijvoorbeeld Dragon Attack. En zonder hi-hat open, zonder zijn signature zou het zo klinken. Maar omdat hij dus altijd zijn hi-hat mee laat gaan met zijn snare, krijg je een beetje dit. Hij laat hem zelfs nog iets viezer open gaan, waardoor je dit krijgt. Dus dat vond ik helemaal te gek. En de diversiteit in sounds die hij had. En toen kwam ik iets later in aanraking met Jeff Porcaro en Vinnie Colaiuta en Steve Ferrone. En wat ik daar helemaal te gek aan vond, is dat zij een hele strakke sound hadden met een vaak een wat hoger gestemd snertje. En Colaiuta, die natuurlijk bekend staat om zijn creativiteit en zijn techniek. En toen hoorde ik een plaat van Sting, waarin hij zo muzikaal op alles kon reageren, wat een soort openbaring was. En later ben ik eigenlijk veel meer naar de Porcaro feel gegaan, omdat ik het zo te gek vond dat hij met een paar simpele fills echt het onderste uit de kan kon halen van een liedje en je hem meteen herkent. En toen was ik laatst, vorig jaar augustus, ben ik naar Nashville gegaan omdat Waylon daar zijn nieuwe plaat ging opnemen. En dat ging hij doen met Shannon Forrest. En ik weet niet of jullie weten wie Shannon Forrest is, maar dat is de man die eigenlijk de afgelopen 5 jaar op de kruk heeft gezeten bij Toto. En het leuke is dat Shannon, net zoals ik, helemaal gek is van Porcaro. Dus zijn benadering van hoe hij een liedje inspeelt, of de keuze voor een partij of groove, dat zoekt hij echt in die richting. Dus ik ben erbij geweest in zijn thuisstudio toen hij dat album aan het inspelen was. En dat was helemaal te gek. Hij had allemaal hele mooie pearls ook.
Een heleboel Brady snares, waanzinnige studio. En wat het voor mij leuk maakt, is dat ik nu die liedjes van Waylon live kan spelen. Zowel bij de theatertours, bij de festivals of in Ahoy. En dat het gewoon heel dichtbij komt bij wat ik echt leuk vind. Dus ik dacht, misschien is het leuk om één liedje van die laatste plaat te pakken. Waarin de nadruk dus heel erg ligt op eigenlijk kicksnare en de hi-hat die bepaalde zang- of gitaaraccenten meepakt. Verder zit er technisch gezien niet zo heel veel moeilijks in, maar probeer ik met een overtuigende groove en zo strak mogelijk er bovenop te zitten. Ik was eigenlijk vergeten of het nou Four on the Floor was of niet. Dat is ook alweer 5 maanden geleden. Dat was dus een track van Waylon. Het album wat afgelopen jaar is uitgekomen. Wat ik al zei, nadruk lag heel erg op de groove met de hi-hats die meegaan met zijn zang. Dus,
Daar kun je dan heel erg mee spelen. In plaats van dat het misschien heel netjes... dat wordt. Misschien dat de track daar een beetje om vraagt. Horen jullie het goed trouwens? Oh, top. Dat was eigenlijk dat. Ik heb nog een liedje. Zet ik even aan. Ik speelde een paar jaar geleden met Mr. Props. En toen hadden we ooit een sessie waarin hij met een demo aankwam. En het was een heel rustig gitaarliedje. En was eigenlijk geen budget die dag voor de studio muzikanten. Maar we wilden dat ene ideetje wel even proberen, want het nummer klonk wel leuk. En ik kreeg een demo wat ingedrumd was door een, ik weet niet door wie. Maar dat was via MIDI keyboard gegaan. En daar moest iets anders van gemaakt worden. En omdat die track zo rustig was, hadden we een soort organisch ding in ons hoofd. Dat het allemaal heel subtiel moest zijn. Dus toen kwam ik op een partijtje van Waves. Wat dus eigenlijk met mallets was. En zonder snares op de snare drum. En dat was eigenlijk dit. En daar kwamen eigenlijk nog allemaal marching snaretjes bij en cymbal swells. En dat werd uiteindelijk een hele grote hit. Dat hoorden we pas een half jaar later dat er echt iets mee ging gebeuren. Toen moesten we de videoclip opnemen en uiteindelijk moesten we de hele wereld over. Nou, in mijn geval alleen Europa, want het waren allemaal promo's. We zouden toen ook nog bij Jimmy Fallon spelen, volgens mij. Dat is uiteindelijk allemaal niet doorgegaan, helaas. En uiteindelijk is Props ook een tijdje eruit gegaan, omdat hij zelf een label wilde oprichten en naar mijn idee te veel druk voelde vanuit bepaalde partijen. Maar toen had hij laatst een ideetje, heel tof liedje, en daar zat eigenlijk geen drums onder. En ik zat daar laatst in de coronatijd een beetje mee te kloten, omdat ik dat een heel tof ding vond. Dus ik ga een stukje aanzetten en dan kijken of het iets wordt nu. She's praying to a God that won't talk back. Her faith is dying, the tears are signs she's going off track. Praying to a God that won't talk back, won't talk back. Down on her knees here, praying to a God that won't talk back. She takes a pill that seems to help. Close her eyes and picture standing at the altar. Thank you.
Ja, ik weet niet of hij dit wat vindt, maar dat moet ik nog even aan hem voorstellen. Ja, ik heb een heel, dat zien jullie niet, maar ik heb een te gek publiek. Want alle drummers die hier clinics geven, die, dat is vandaag mijn publiek. Maar hebben jullie misschien vragen of iets die ik kan beantwoorden? Want ja. Ik zou graag een shuffle van je willen horen. Je bent heel erg bezig met feel en energie. Ja. En de shuffle is toch altijd wel een dingetje, ja, wat, waar je energie heel mooi naar voren kan laten komen. Ja. Speel je hem naar voren of juist heel staand of naar achteren of laid back, zo gezegd. Dus ik zou het leuk vinden om je gewoon een shuffle eigenlijk even te horen spelen. Nou ja, de shuffle waar ik bekend mee ben en die ik heel gaaf vind, dat is natuurlijk de Porcaro shuffle. Je hebt natuurlijk ook een te gekke bluesdrummer, Daryl Sigaar bijvoorbeeld. En die vind ik dan te gek dat hij op een hele bepaalde mooie manier een soort blues shuffle kan doen. En dat heb ik het idee dat ik dat niet kan, dus dan ga ik dat ook niet doen. Maar ik hou dan heel erg inderdaad van de Porcaro shuffle. En ja, ik durf het eigenlijk niet te doen, want het is natuurlijk heilig. Maar als ik dan een shuffle speel, probeer ik inderdaad wel die ghost notes op een leuke manier toe te voegen. Misschien niet altijd. En soms probeer ik hem ook te vermenigvuldigen. Dus ja, eigenlijk zonder ghost note. Die manier eigenlijk. Ja, maar ja, blijft een. En ga jij bij, als je, dit is heel lekker, en je hebt nou een hele lekkere strakke hi-hat. Ja. Ga jij bij groove meestal uit van een soort van sound in de hi-hat als basis? Snap je wat ik bedoel? Ga je juist voor wat sloppier of ja. Hoe kies je? Want je kunt natuurlijk zoveel keuzes maken op je hi-hat. Is dat je uitgangspunt of zeg je van nou. Het is ja, meer die hi-hat is misschien wel belangrijker dan ik. Misschien wel een van de belangrijkste dingen voor mij. Omdat je daar kun je zoveel uithalen. Qua dynamiek ook. En, ja, wat ik net al zei. Ga je hem zo spelen. Of pak je inderdaad een beetje dit erbij. Pak je meer nek erbij. Krijgt hij voor mij al zoveel meer lading. Ik weet eigenlijk niet of ik er meer uit kan halen, hoor. Nee, niet echt. Maar ja, met die shuffles misschien moeilijk. Maar wat ik net aangaf met misschien wat rechtere grooves. Dan kun je zoveel met die hi-hat doen. Qua meegaan met inderdaad bepaalde gitaren of keys die iets aangeven. Of een zanglijn die uitschiet, waardoor je dat nog net even kan benadrukken of zo. Dus ja. Ja, dus hij is heel belangrijk. Ja, best wel. Ik sla hem wel altijd met de nek, bedenk ik me vaak. Hij is wel vaak hard. Ja. Maar ja, alles is best wel hard. Hij maakt het ook lekker duidelijk, toch? Ja, toch? Best wel. Ik denk dat het een jaar of 10 geleden is of zo dat Steve Gadd in 013 een clinic deed. Ja. 1100 man, was uitverkocht, was geweldig. Ja. En op een gegeven moment vroeg hij net zoals jij van, heeft iemand nog vragen? Ja. Toen stak een 12-jarig jongetje zijn vinger op. Die zei, kan je ook iets moeilijks spelen? Ja. En dat was erg. Dat was Nicky. Dat was erg. Maar ja, ik ga je nu toch voor het blok zetten, want ik weet dat jij geweldig soleert. En dat doe je bij Candy ook altijd. Dus kan je toch een stukje solo spelen voor ons? Een solo? Oeh. Yes! Ja, volgens mij ja, moet je niet te bescheiden over doen, man. Nou, weet je wat ik dan doe? Ja? Ik moet even mijn wachtwoord opnieuw invoeren, zie ik. Ik heb ooit voor het conservatorium een track gemaakt. Dat moest in een andere groove dan 4/4. En dan moest je dan eigenlijk wat
wat fills overheen spelen. En dan inderdaad groepjes van 3, groepjes van 4, groepjes van 5. En kijk maar wat wel of niet werkt. Dus toen had ik een track gemaakt. En dat was in 9/8, in 11/8 en in 7/4. En dat heeft een vriend van me ook ingespeeld. Maar ja, ik ga nu wel geit op mijn bek. Goed zo. Maar, nou ja.
was heel lang geleden. Ik had geen idee meer wanneer de overgangen waren, maar... Nou ja, dat gebruikten we een beetje om je groeperingssystemen op orde te krijgen. Zoals je ziet is het allemaal weg, maar nee, leuk om te doen. Helemaal verkrampt. Ja. Ja. Ik heb eventueel nog een stukje van het nummer wat ook naar de Slagwerkkrant is gegaan online. Dat filmpje van Human Nature. Met een paar vrienden gemaakt van vroeger vanavond voor muziek en dans. En ja, ik ga het een klein stukje spelen en dan is dat wat ik kan doen. Het eerste stukje zit nog geen drums in, maar het is zo lullig als ik hem halverwege aanzet. Yes, ja. Volgend jaar dan, hè? Yes. Bedankt.